Luchtverkeersleiders zijn blij dat het luchtruim is opengesteld voor personenverkeer uit Nederland en het binnenland. Dat zegt Shakti Gurdat, bondsvoorzitter van de Suriname Air Traffic Controllers Association, SATCA. Hij zegt dat het luchtruim altijd open is geweest. Nu de COVID-maatregelen zijn versoepeld, kunnen nu ook andere vluchten worden uitgevoerd. Ik mag u vertellen, sinds de aankomst van het virus corona in maart 2020 hebben we wel de nodige maatregelen getroffen om met de minimale bezetting te werken. Dus dat is altijd zo geweest. En naarmate hoe drukker het luchtruim wordt, zal men dan met de volle bezetting dan weer het werk hervatten. Maar op dit moment, tot nu toe, werken we nog steeds met de minimale bezettingen. Hoe is het tot nog toe gelukt om de zaak te managen in deze pandemie? Ik geloof en ik denk dat communicatie het middel is geweest. Communicatie op alle vlakken, met de leden, met het ministerie, met de leiding van de dienst. En ja, kort en bondig, het ligt gewoon aan communicatie. Ten aanzien van de veiligheid zegt Gurdat dat het ministerie van Volksgezondheid wel strenge controle moet uitvoeren op de luchthavens. Ook moet Volksgezondheid erop toezien dat passagiers in quarantaine gaan. Kijk, vanuit een luchtvaartperspectief kan ik aangeven dat de luchtverkeersleiders, de airliners, iedereen die een steentje bijdraagt binnen de luchtvaart, nogal aware is over de maatregelen van de staat Suriname, maar ook daarbuiten. Omdat de luchtvaart ook gekoppeld is aan de internationale burgerluchtvaart. En dat is de organisatie, de ICAO. En de ICAO heeft altijd maatregelen bekendgemaakt vanaf stap 1. Ik denk dat deze vraag beter bestemd is voor het ministerie van Volksgezondheid. Want het vervoeren van de passagiers is maar het eerste deel. Wat gebeurt er nadien? Welke screening vindt er plaats? Gaan ze in quarantaine, ja of nee? Van plaats A naar B zijn beide plaatsen coronavrij geweest? Zijn die mensen in contact gekomen met andere mensen? Dus het is een hele ketting. En ik denk dat, of ik geloof dat wanneer het volk de maatregelen in acht zullen nemen, dat alles wel goed komt. Shakti Gurdat, bondsvoorzitter van de Suriname Air Traffic Controllers Association, SATCA. De luchtverkeerleiders zijn blij dat het luchtruim nu ook is geopend voor commerciële vluchten vanuit Nederland en het binnenland.